Nederland is een rijk land tegenwoordig. Maar heel veel van die rijkdom is gekomen door die slavernij. En ik heb al dat goud gezien. Is het goud gebleven in Suriname? Of is het goud naar de ABN gegaan? Ik hoop dat ik antwoord krijg op deze vraag voordat ik doodga. Hier zit zoveel geschiedenis nog in die wij niet kennen. De Surinaamse vlag wapperde in veelvoud op de Dam in Amsterdam ter ere van de president van Suriname. Mijn vader was minister-president geweest toen ik 15, 16 jaar was. Hij heeft zich zijn hele leven lang ingezet voor Suriname. Maar de onafhankelijkheid van Suriname is helemaal vanuit Nederland beslist. Generaties lang hebben mensen geleerd, alles wat van zwart was, was slecht en minderwaardig. Ik wil heel graag dat alle Surinamers alles van hun geschiedenis moeten weten. Elisabeth Samson is een hele markante figuur in de Surinaamse geschiedenis. En misschien is Elisabeth wel de eerste 100% zwarte persoon die in Suriname vrij geboren is. 200 jaar geleden was hier dus plantage naast plantage. Elisabeth Samson had 8 plantages. Op het toppunt van slavernij, een zwarte vrouw in Suriname. Waar dingen onmogelijk waren, dat ze het mogelijk gemaakt heeft. Een zwarte vrouw die zich niet heeft laten intimideren door rassenhaat en daardoor een geweldige, ja, glorieuze, rijke vrouw geworden is. Ik heb praktisch overal ter wereld mensen mogen vertellen over Suriname en laten zien dat Surinamers fantastische mensen zijn. Ons hart is heroïs en groot. Surinaams praten niet, Surinaams zingen niet. Surinaams dansen, je billen schudden.